Ja, we zijn in Schiedam aan de Lange Haven. Schiedam is een oude Nederlandse stad. Staat bekend om zijn jeneverindustrie. En daarvoor zijn heel veel mooie molens gemaakt hier. En ik wilde samen met mijn partner al wel langer een bakkerijtje beginnen. Of iets leuks met brood maken en iets dergelijks. Maar we wisten niet zo goed waar of hoe en daar kwamen we niet echt uit. Totdat we op een gegeven moment op een hele willekeurige dinsdagavond zo naar Schiedam gingen fietsen waar we nog nooit waren geweest. En toen zagen we opeens dat dit pandje beschikbaar was. En dachten we, wow, maar dit is eigenlijk precies wat we willen. Kleine ruimte, op een leuke schattige plek. Al die mooie gele tegeltjes die hebben we samen met mijn vader op de muur getegeld. En eigenlijk hebben we alle meubels eruit gehaald en erin gedaan. We hebben ook een mooie broodkast laten maken door een bevriende meubelmaker. Nou, ik denk niet echt dat we een missie hebben. Maar wat we doen, waar we plezier uit halen, is gewoon lekker eten maken. En in ons geval dan brood, maar ook andere lekkere zoetige dingetjes. En dat is leuk. Het is mooi om mooie producten te maken. Erg leuk. Ik denk dat iedereen zou moeten weten dat je gewoon goed voor jezelf moet zorgen. Hè? En goed voor jezelf zorgen betekent dat je jezelf goed voedt. En dat doen we met goede producten. Dus ga lekker zuur deze brood halen in plaats van het vieze liefde- en passiebrood van de Albert Heijn.